Herinneren jullie je Oscar de ballonvaarder nog? Hier is hij helemaal terug. We zijn er. Maak alles klaar om te landen. Ballonvaarder Oscar duikt onder water. Is een interactieve verkenning van het leven in en om het water. Wat een mooi meer. Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Och, Oscar de ballonvaarder en zijn speelgoedkist Carmella. Wat leuk jullie te zien. Deze cd is anders dan de twee vorige. Als water heet wordt, verdampt het. Dat is niet alleen zo in een pan, maar ook in de natuur. De klemtoon ligt hier vooral op het educatieve. De kikker is zeker bang dat je hem zo opeet. Maar nee, kikkers weten dat bevers vegetariërs zijn. Met elke muisklik verken je het leven van de verschillende dieren in en rond het water in de 4 verschillende seizoenen. Waar zouden de bevers zitten? Bevers houden een winterslaap, Oscar. Ze slapen tot het lente wordt. Alleen af en toe worden ze wakker om een hapje te eten. Het geheel biedt een nogal trage indruk. Ik heb honger. Ja, dat is lekker. Ja. Maar de informatie die je krijgt is boeiend genoeg om toch verder te blijven klikken. Met de spelletjeskoffer van Carmella kan je 12 spelletjes spelen, zoals deze spoorzoeker. Uitstekend. Je bent een eerste klas spoorzoeker. De spelletjes zijn een leuke afwisseling tussen de verhaaltjes. Die verhalen geven je wel informatie die je nodig hebt om de spelletjes op te lossen. Hier moet je die dieren vinden die een winterslaap houden. Iets klopt er nog niet. En hier het juiste voedsel vinden voor de bever. Twijgen. Juist, dat is echt bevervoedsel. Soms wou ik dat ik zo dapper was als jij, Oscar.